Hallo allemaal. Bij deze laat ik jullie een nieuwe pop-up albumpje zien. En dat is een leuk kerstalbumpje geworden. Leuke schutmateriaal met die kerstboompjes, die sokjes. En die leeuwenkoegen mannetjes. Tenminste, zo ken ik het. De zijkant. En de achterkant. Het leuke papier is Christmas Treasures van Craft the Clock. Dat is de binnenkant. En er zijn weer drie verschillende pop-up technieken in verwerkt. Deze. Die gaat zo. En weer zo. Dus daar kun je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kleine fotootjes op kwijt. Die sluit dan met een lintje. De volgende pagina is wat rustiger gehouden. Hier kun je een grote foto op doen. En hier heb ik wat die-cuts opgelijmd. Er zitten heel veel vellen bij waar je leuke dingen uit kunt knippen. Dus je kunt dit eigenlijk nog veel uitbundiger maken dan hier. Dan de volgende. Ook zo leuk. Dus hier kun je vier kleine fotootjes op doen. Hier desnoods nog fotootjes. Die gaat ook weer dicht. En de volgende is weer een rustige pagina voor een wat grotere foto. En de laatste. Dat is deze met allemaal kleine vakjes. Die kun je zo op en neer bewegen. Maar dan zijn we er nog niet. Deze boekjes gaan ook allemaal open. Hele leuke techniek. En dan doe je ze weer dicht. Dus hier kunnen ook allemaal fotootjes in. En voordat je de pagina sluit, doe je wel eerst even alle boekjes dicht. En dan kun je hem weer strikken. En de laatste pagina. Ook weer ruimte voor een wat grotere foto. Het patchwork idee van het papier wat echt overblijft zonder hem weg te gooien. En ik vind het zeker in deze nostalgische kerstsfeer heel leuk. Geeft een heel leuk effect. Even kijken. Deze is ook te bestellen als basisset. Dus dan kun je gewoon alle technieken. Die krijg je dan via YouTube tutorials, via de e-mail. En dan kun je er ook een ander albumpje van maken. Het hoeft dus niet per se een kerstalbumpje te zijn. Dus nou, dit is ook één van de nieuwe kits. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Groetjes!